aanhaken of voorlopig in ieder geval afhaken. Dat is het verhaal van de wedstrijd tussen SVBO, spelend in het geel-zwart natuurlijk, tegen ZBC, de ploeg in het rood en wit. Op een slecht veld dat wel wat te verduren heeft gehad van de winterperiode. De eerste schermutselingen. Slordige balverwerking van de keeper van ZBC. En dan de kans voor Bakker. Aardige poging van de linkerspits van SVBO. Maar geen problemen voor de doelman van ZBC, Kamman. Weer te gemakkelijk balverlies van ZBC. De overname van SVBO met Bouwerhuit. De actie is goed. En dan Heinen. Oei. Ja, dat is een kans hoor. Voor de thuisploeg. Dat eerder dit seizoen in Zwelo met 3-2 verloor. En daarna 10 wedstrijden op rij ongeslagen is. Bezig is aan een goede reeks. En zo langzamerhand weer denkt aan promotie naar de eerste klasse. En dit is weer een aardige kans voor de thuisploeg. Het schot van Wielens gaat voorlangs. En dan dit moment. Je hoort het. Dit is niet goed. De blessure bij Remmert Verbrugge van ZBC. Na de botsing ongelukkig met Martin Bouwerhuit. Verbrugge kan niet verder. En voor hem in de plaats komt Jesper Vaassen. Ook lang geblesseerd geweest. Trainde pas 1 keer mee deze week en moet dus aan de bak. Wordt gelijk aan het werk gezet. Krijgt ook veel ruimte trouwens. En dit moet hem gewoon zijn. Ja, en dat is hem ook. Wat een invalbeurt voor Jesper Vaassen. 3 minuten voor rust brengt hij ZBC aan de leiding. Dat is toch wel verrassend. Jesper Vaassen opnieuw aan de bal. Nu de bal richting Ruud Jalving, de aanvoerder. Jalving, toch een van de gevaarlijkste spelers aan de kant van ZBC. Dan kort naar rust wordt Remmert Verbrugge afgevoerd per ambulance. Een scheenbeenbreuk is de diagnose. En dat kan er nog wel bij voor hem. In 2010 in de winterstop brak hij zijn enkel bij het zaalvoetballen. En nu dus weer zwaar geblesseerd. Dit gebeurt zo'n 20 minuten in de tweede helft. De vrije bal voor Jesper Vaassen. En die gaat er gewoon in één keer in. Zo maakt hij gewoon zijn tweede treffer. En lijkt de wedstrijd al vroeg in de tweede helft beslist. En wat kan SVBO dan nog? Het probeert wel. Maar het is onsamenhangend. Echte kansen krijgt de ploeg ook niet van Ime Boersma. En ZBC? Ja, ZBC speelt heerlijk op de counter. En heeft daar 2 ideale spelers voor. Vaassen en natuurlijk deze Ruud Jalving. En komt hier de beslissing? Ja, ja, ja! Daar komt hij. 0-3. Na 67 minuten. Ruud Jalving met de beslissing. En dan neemt de plotselinge kans om nog iets terug te doen voor Heinen. Maar Heinen stuit op Kamman, de doelman van ZBC. Grote kans voor hem. Maar SVBO gaat een keiharde nederlaag leiden. Het kreeg nog maar 13 doelpunten tegen dit seizoen. En nu dus al 3. Dan komt er nog 1 bij. Jalving. Jalving is snel. Jalving, ondanks zijn leeftijd, loopt hij die 2 verdedigers er gewoon uit. En wat krijgen we dan? Een penalty? Nee, dat niet. Maar wel de rode kaart voor Robin Heijnen. En de vrije bal blijft staan. En die wordt prachtig binnengeschoten door Ruud Jalving. ZBC verslaat SVBO met maar liefst 0-4. Het is heerlijk om met Ruud samen te voetballen. Ja, hij houdt ballen vast. Hij schiet er vandaag 2 in. Op een prachtige wijze. Nou ja, het is gewoon heerlijk. Je kunt om hem heen. Hij kan er zelf omheen. Ja, het is lekker om met Ruud te voetballen. Het is toch een meerwaarde als je met jou en hem in de spits staat. Het zijn 2 voetballers, echt rasvoetballers. Hè? Ja. Liefhebbers, technisch goed. Mm. En ook voor de goal, ook voor elkaar. Ja, volgens mij kan je daarmee heel ver komen in deze klasse. Ja, wij zijn natuurlijk al heel ver. Maar het loopt inderdaad heerlijk tussen ons 2. En nou is Wilfred uitgevallen. Maar als Wilfred erbij is en Remmert erbij is, dan loopt het ook heel lekker. Ja. Hey, je verliest 2 keer in het seizoen van ZBC. Hoe kan dat? Is het de angstgeek naar gewoon voor jullie? Ja, ik denk het wel. Ja. Zo kun je het wel noemen, denk ik. We hebben de eerste wedstrijd hebben we daar onszelf de eerste helft tekort gedaan. Vandaag doen we ons de eerste en de tweede helft tekort. En het was niet best van onze kant.